deuren door de tijd. De school bestaat 90 jaar en in de klas vraagt meester Jansen wat er allemaal is veranderd in die 90 jaar. De digitale schoolborden. Eerst hadden we altijd met een krijtje. Dat de school veranderd is en de gebouwen en zo. En dat de juffrouw's niet meer zo streng zijn. Het is pauze en de meester stuurt twee kinderen op pad om wat spullen te halen. Per ongeluk komen ze in een gang met allerlei deuren met jaartallen erop. 70, dan 1940. Ik kijk 1920. Zullen we naar binnen gaan? Ja, eigenlijk moeten we het anders gaan halen voor de meeste, man. Nou ja, laten we het gewoon doen. We zitten in het jaar 1920. Het jaar dat de school werd geopend. Oh, joh. Waar zijn we nou weer beland? Volgens mij lijkt het de opening. Van onze school? Dan wil ik nu overgaan naar de officiële opening. De twee kinderen zijn door middel van die deur door de tijd gereisd. Josephine school... geopend. Ik ben denk ik heel blij dat u de directrice van deze school bent. Ik ben heel erg vereerd dat u als burgemeester in 1920 de school heeft geopend. Ondertussen vinden de tijdreizigers nog een deur. Twee kinderen zijn nu 1940, het begin van de Tweede Wereldoorlog. Waar is iedereen? Ja, het is wel leeg hier, hè? Zo, ik hoop echt niet dat we gepakt worden door de Duitsers. Ja, de vorige keer zaten we ook al 3 dagen in de schuilkelder. Jongens, niet zo negatief. Volgens mij is die oorlog snel voorbij. Wat doen jullie hier nog? Zo gauw mee. Zo snel ze kunnen, moeten ze de schuilen in de kelder. Stil, jongens, ik denk dat er iemand aankomt. Wat is dit? Waarom is iedereen ondergedoken? Ja, het zijn Joodse kinderen. We moeten omduiken voor de Duitsers. Wat vreselijk. Hoe lang zitten jullie hier al? De oorlog is net begonnen. Het zou toch geen 5 jaar duren? Nee. De oorlog staat voor 5 jaar. Het is volgende week al afgelopen. Volgende week al afgelopen, denk ik. Nou, ik help ze een beetje. Dan kunnen ze ons leren en niet gepakt door de Duitsers worden. Hé, meester, het luchtalarm is afgelopen. De bombardementen zijn voorlopig voorbij en dus gaan de tijdsreizigers weer verder. Kijk, weer zo'n deur. Hé, 1970. Zullen we erin gaan? Kom. Ah! Het is 1970, dus de tijd van de hippies en de flower power. Hallo vogels, we gaan zo vergaderen, maar we gaan eerst een liedje zingen. All the leaves are brown, leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. Hey, wat zijn dat voor leuke vogels? Zitten die bij ons op school? Hey, wat is dat? Lijken wel leerkrachten. Hippies. Zijn het van onze school? Hé, hey, geef me een knuffel, joh. Kom erbij. Hé, wat doen jullie hier eigenlijk? Vergaderen ME. Tijgen. Wil je een trekje van een sigaret? Nee, dank je, hoor. Dat is slecht voor je. Dat roken vinden de tijdreizigers maar niks en besluiten snel naar binnen te gaan. Dag, ik heb wel een jointje, joh. Kijk, ik zie weer zo'n deur. Ja, zullen we naar binnen gaan? Nou, we gaan weer even kijken. Hey, dit is een school. Ja, wel een beetje anders, hè? Zullen we naar groep 8 kijken? Ze zijn in 2002 het jaar dat de euro werd geïntroduceerd. Ja, 40 gulden of zo. Ja, meisje, ik heb thuis ook euro's, maar we hebben nu wel de helft minder zak geld. De kinderen vertellen dat ze niet blij zijn dat alles duurder is geworden.
Dit is de deur van 2011. Kunnen we eigenlijk thuis komen? Ik hoop het wel. We zien wel. Kinderen, wat doen jullie hier? Waar zijn jullie het aan het zoeken? Welk jaar zitten we? 2011. Huh? Zijn we eigenlijk thuis? Thuis. Er moet gewerkt worden. Kom op, jongens. Eindelijk, hè? En zo kwamen de tijdreizigers weer terug in 2011.